Leontien van Morsel, de legendarische wielrenster met vier Olympische titels en negen wereldkampioenschappen op haar naam, heeft haar luxueuze vrijstaande villa aan het water in Rotterdam begin februari van dit jaar te koop gezet voor 1.675.000 euro. Daarnaast werd ze maar liefst zes keer verkozen tot sportvrouw van het jaar en is ze tegenwoordig regelmatig te zien bij SBS Show News. De villa die zij en haar man Michael Zeilaert in 2019 kochten voor 1.120.000 euro, werd na enkele jaren van genieten van het prachtige pand, verkocht voor 1.575.000 euro. Wat neerkomt op 100.000 euro onder de vraagprijs. Desondanks heeft Leontine een mooie winst behaald van 455.000 euro, gezien de oorspronkelijke koopsom. Het stel vestigde bij de aankoop twee hypotheken op het pand met een totale waarde net onder de 875.000 euro. De nieuwe eigenaar van deze schitterende villa krijgt waarvoor zijn geld. De woning, met een woonoppervlakte van 218 vierkante meter, beschikt over vijf kamers, waaronder vier slaapkamers en twee badkamers. Deze ruime indeling is verdeeld over drie woonlagen, wat zorgt voor een gevoel van ruimte en luxe. De keuken, uitgerust met een kookeiland met bar, is een waar genot voor elke kookliefhebber, voorzien van alle moderne inbouwapparatuur. De villa wordt omringd door een prachtige tuin en biedt parkeergelegenheid op eigen terrein, wat een extra gemak is voor de bewoners. Voor de watersportliefhebbers is er ook een aanlegstijger beschikbaar voor een boot. Bovendien is de woning voorzien van zonnepanelen, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en energiebesparing. Leontien en haar man hebben inmiddels hun intrek genomen in een indrukwekkend penthouse in Rotterdam, dat ze voor 1.225.000 euro hebben gekocht. Met dit nieuwe onderkomen hebben ze wederom gekozen voor luxe en comfort, passend bij hun succesvolle levensstijl.